Randje Buitenspel, de podcast. Dames en heren, welkom bij Randje Buitenspel nummertje 127. Thijs Kempering is er helaas niet bij vandaag, maar gelukkig hebben we wel Rob Schepers en Tim Hartog. En wij gaan het einde van de competitie eventjes doornemen en we gaan vooruitblikken en dergelijke. Jongens, het was voor mij was het echt weer een typische Ajax-wedstrijd. Ik hoop dat jullie een leukere dag hebben meegemaakt, want dit was tenenkrommend weer. Dus laten we eerst leuk nieuws doen. Rob, hoe was de kers op de taartwedstrijd? Ja, ik heb hier kermis recht voor de deur. Mm-hmm. Dus ik woon aan een pleintje en op het pleintje de kermis. Dus ik heb twee jonge kinderen. Ik kon het echt niet maken om weg te gaan. Die kinderen wilden niet mee. Dus ik heb de rest van de leden een samenvatting gezien. Ik heb een kaart keurig netjes weggegeven aan een gezin met twee kinderen die er heel blij mee waren. Maar ik ben er zelf niet bij geweest. Ik heb het gezien, de samenvatting vannacht. Ik vond het niet eens zo heel beroerd. Ik vond het best, het begin scoren ze de 1-0, RKC, maar dat kwam ook helemaal vanuit niks. En daarna hebben ze het gewoon volgens mij prima afgehandeld. Een zakelijke, edog, redelijk glanzeloze overwinning. Maar prima, volgens mij. Ja. Nou ja, en Luc is natuurlijk gedeeld topscorer geworden. Ja. Dus dat was nog wel een feestje, toch? Ja, hij had er eigenlijk wel overheen moeten steken. Dat is dan net een heel klein. Het is, je bent niet alleen. Weet je? Of je lekker even versiert in de kroeg en daarna kom je erachter. Ja, dit is wel met een vriend van je ook staat te plekken ergens. Je bent iets minder trots als je dan het verhaal vertelt. Dat je een van de twee bent geweest, die toch? Oh, je bedoelt die ene. Oh ja. Nou, Belinda. Nee, dit is heel leuk voor jou. Daar is het een beetje. Maar Matthijs is nu voor de tweede keer topscorer. Voor de tweede keer gedeeld ook topscorer. Vorige keer was met Tadic volgens mij. En nu is hij gedeeld met Pavlidis. Nou, misschien is het gewoon een hele sociale jongen. Ja, hij deelt gewoon heel graag. Dus volgens mij was het allemaal prima. Ja, volgens mij hebben ze een record aantal punten. We zijn nu het tweede team ooit in de Nederlandse competitie. Naast het gouden Ajax van 71 volgens mij. Nou, dat is ook prima, want ik vind dat je die teams niet mag vergelijken. Als ze gelijk waren gekomen, dan hadden ze op doelsaldo waren ze dat team qua resultaat voor mij gestoken. Nou, dat vind ik een redelijk manke vergelijking, om dat Ajax met het PSV te vergelijken. Nou, ik denk dat team in deze competitie op de huidige leeftijd nog steeds meer punten had gescoord. Ja, in ieder geval meer dan jullie team. Ik bedoel, je Ajax uit de jaren 70 met een check Rokot. En met rollators hadden ze waarschijnlijk meer punten bij elkaar gesprokkeld. Ja, hoi, hoi, hoi. En Tim. Wordt iemand gebeld? Ja. Nee, Tim. Ik werd geappt. Ah. Jij hebt de laatste wedstrijd van Slot. Ja. Dat was toch wel bijzonder. Ja, het is natuurlijk zo dat het eigenlijk twee weken geleden al een beetje een voorproefje was, omdat natuurlijk nu een paar vakken leeg waren. En net wat van het fanatiekere gedeelte, dus dat merkte je wel. En hij is weg. Is toch wel. Ik vind dat moeilijk, afscheid. In die zin dat het dan altijd best wel veel sentimentele dingen omhoog worden gehaald. Het wordt ook wel erg opgewekt, terwijl volgens mij. Ik zag één jongen op de tribune later nog. En die zag je echt zo staring into the abyss. Weet je wel? Die zag je zo in de diepte kijken. En die zag je echt met zijn blik kijken van, goddomme zeg, hij is weg. En volgens mij dat vond ik veel ingrijpender dan You Never Walk Alone met z'n allen zingen. En dan moeten we dit en dan moeten we dat en kusjes dit en zo. Allemaal waar. Maar die jongen die verwoordde wel een beetje de gedachte van ik denk heel veel Feyenoord supporters, dat je denkt, fuck, en nu? Ja, je weet niet wat je krijgt, hè? Ja, nee. Of hij had net wat chemische hulpmiddelen naar binnen gesnoven. Nee, dit was niet een jongen met de natuurlijk, hè? Ik zeg niet, ik wil niet vooroordelen, maar dit was wel een jongen zonder tato in zijn nek. En dit was nou gewoon iemand die zag je echt zo met zo'n sjaal om zijn nek, echt zo, goddomme. Ah, even, want hij in het slot is 3 jaar geweest, hè? Ja. Ja, ik vind het heel ja, gaan we cynisch doen? Wil je het nog over Peter Bos en Hendrik Kruse hebben dan? Nee, wacht nou eens eventjes. Nee, ik voel aan dat toontje weer op. Ik vind het heel mooi dat het zo leeft. Maar ja,
Dus ik vind het niet. Op het moment dat Ferguson wegging, en die heeft daar 20 jaar aan het roeren gestaan, dan verlaat een icoon van de club, verlaat. Dan in één keer valt. Ja, valt zo'n klop. De basis valt er. Dus dit is ja, 3 jaar is in principe al redelijk lang tegenwoordig bij een topclub. Ja, het was wel heel sentimenteel weekend. Hè? Het leek wel gewoon de zangeres van zonder naam op bepaalde velden stond. Het was de ene smartlap naar de andere. Polen was ook Polen. Nog, ja. Nee, maar het is ik heb dat bij ons nooit meegemaakt, bijvoorbeeld. Dat, ik neem aan, Guus Hiddink, misschien is het ook de tijd, hè? Dat nu is. Ik zag gisteren beelden van Ajax tegen Vitesse, Vitesse tegen Ajax vooraf, en dan zag je die harde kern van Vitesse, een beetje in twee groepen naar elkaar. En dan denk ik, waar komt dit opgepompte fangedrag van? Het wordt echt ingepompt. En ik heb dat vorige week met de huldiging ook gemerkt en zo. Opgepompt allemaal. Het wordt, wat ik wel heb is, nou, maar dat bedoel ik dus ook een beetje met wat ik net zeg, met zo'n afscheid is, het is ook verdriet of emoties worden gecultiveerd. Ja. Ik heb dus ook wel dat mensen bij een huldiging, ik moest huilen. Dat ik denk, ja, ik niet. Ben ik dan minder fan of ben ik dan minder supporter? Heb ik het dan niet beleefd zoals het zou moeten? Maar je ziet natuurlijk heel veel op social media, in het nieuws. Het zijn alle excessen die je krijgt. Dus dat ja, je moet heel erg laten dat zien dat, je, dat het je iets doet. Raakt, ja. En ik want heb anders wel bestaat het niet. Nee. Je kan niet gewoon stoïsch zijn zoals vroeger. Zo'n gast die dat gewoon zo'n checkie uittrapt en weer doorgaat met metselen. Ik zit op de tribune en ik zit gewoon naar de wedstrijd te kijken. Ja. Zonder dat ik om de 4 minuten een of andere inhaker mee moet zingen of moet gaan klappen en mijn handen in de lucht moet gaan staan of met de hele tribune een mijn broek naar beneden moet trekken, weet ik wat ze allemaal van dingen verzinnen. Ik wil gewoon een wedstrijd zien, maar maakt mij daar inderdaad een mindere supporter dan al die gasten die om de havenklap een nieuw nummer inzetten, vlaggen gestaan, op de trommel gestaan te ros als een debiel. Ja, mijn shirt uittrekken, vechten met de tegenstander, hoort er allemaal bij. Het oprichtingsjaar als aan de binnenkant van je lip tatoeëren, weet ik wat voor shit er allemaal uitgehaald wordt, maar dat maakt mij niet een mindere supporter. Omdat ik daar niet aan meedoe. En daar heb ik dan ook een beetje met de sentimenten aan de andere kant. Enfin, ja. Tim, dat was mooi, nee, toch? Nee, maar dat ben ik met je eens. Dat ben ik zeker met je eens. Ik heb daar ook altijd wat, misschien in het kader daarvan over Bram van Polen. Ik hoorde net Andy Houtkamp, verslaggever van Radio 1. Die met zijn snoetenpoetsertje. Ja. Die in tranenbarst. Ja, het mag van mij. Maar ja, ik denk van, joh, maar het is. Ja, hij heeft daar gewoon gewerkt, hè? Hij heeft er gewoon 18 jaar gewerkt. Ja, dus, maar ook zo Andy Houtkamp. Ja, je bent van Radio 1, weet je. Het is de NOS. Ik bedoel, bij het 8-uur-journaal zie je de meest verschrikkelijke beelden. En die worden neutraal weergegeven. Maar als Bram van Polen stopt met voetbal, gaan we janken. Ja, dan niet alleen. Maar kijk, je hebt de afscheidswedstrijd van Fernando Rixen gezien. Waarvan je weet, nou, die gaat in het veld af. En die gaat vervolgens in een sneltreinvaart bergafwaarts. Ja, ik kan me voorstellen dat met het oog op wat hem te wachten staat, dat je emotioneel raakt. Mm-hmm. Deze gozer heeft gewoon 18 jaar betaald voetbal gespeeld, stopt, wordt op een toch wel redelijk slechte manier toegesproken door de kinderen. Want dat zat echt qua timing klopt er helemaal niks van wat die kinderen deden. Hé, hey, laat ons eens even dat doen. en dan gaat hij wat veld op. De kinderrecensent, Rob Schepers. Deze 8-jarige speelde alsof ze 6 waren. Lieve papa. Nee, maar kom op. Dit ging ook te traag. Europa, papa. Hadden wij iets met Bram van Polen? Iedereen weet nu wie Bram van Polen is, omdat hij zo'n groots afscheid gekregen heeft. Maar voor het begin van deze competitie was er niemand die zich bezig hield met Bram van Polen. Het is wel alsof je de slechtste banketbakker van de provincie eert, omdat hij 35 jaar door is gegaan. Ja. Want zo goed is Bram van Polen ook weer niet. Hij was geen goede bakker, maar wel altijd om 7 uur open. Hij stond er wel. Hij stond er wel. Ja, met zijn kleine broodjes en zijn aangebrande bruine bollen. Oh jongens, we gaan zo hard voor gecanceld worden. We hebben de meest weirde shit gezegd, maar dat we op dit gaan gecanceld worden door Bram van Polen. We gaan dingen absurd groot maken, terwijl het zijn passanten. Ja. Nou wil ik wel zeggen over Slot, tenminste, want dat weet ik erover, is
in een interview, zoals jullie weten, ik zit in een andere podcast en wij hebben het genoegen gehad een interview te doen ook met Alireza Jahanbakhsh. En die zei, toen ik bij Feyenoord kwam, voedingssupplementen, dingen gewoon op orde hebben, dat was er allemaal niet. En dat is wel wat er achter de schermen door Slot bewerkstelligd is. Ja, je blijft je erover verbazen hoe die voetbalwereld, dat je altijd denkt als supporter, dat is een professionele wereld waarin ze allemaal weten wat ze aan het doen zijn. Geen ene fucking clue. Dus dat nogmaals, kijk de documentaire over Noah Lang. Ja, maar dat is een speler. Maar dat een club. Ja, maar dat een club dat niet op orde heeft. Ja. Als een van de drie grootste clubs van Nederland, vind ik echt zwaar, zwaar problematisch. De enige voedingssupplementen die daarvoor werden toegewezen waren de dingen die Dick Advocaat op doktersrecept bij de huisarts haalde om kritisch tegen te gaan. Dat waren de enige voedingssupplementen. Bloeddrukverlagende middelen kregen ze. Dat was door de yoghurt geprakt. Ja, maar je zou natuurlijk in die bio stabiel hadden ze in de kleedkamer laten liggen. Kukident. Ja. Nee, maar dat is wel. Dat is natuurlijk ook wat je ziet in die docu. Dat blijft natuurlijk van Disney Plus toen de tijd bij Feyenoord. Dat hij Stefas verwees naar iemand die beelden bekeek. Gewoon beelden bekijken, hè? Dat hij zei: ja, die laptopjongen. Weet je, dat is ook zo. Je zegt nu over dat eten. Maar ik heb eergisteren een stuk gelezen bij Follow the Money. Dat is echt een heel goed onderzoeksplatform, onderzoeksjournalistiek. En die hadden een beetje die hele Mislintat spelers. Dat hele stuk hadden ze even doorgelicht en gewoon alles op een rijtje gezet en wat daar allemaal mis is gegaan. Je wordt gek als je dat hoort. Dit is de grootste club van Nederland. Ze hebben gewoon dit seizoen, hè, hebben ze gewoon aan het begin van het seizoen hebben ze meer uitgegeven dan alle andere clubs in de Eredivisie bij elkaar. En je levert zo'n seizoen. Het is onbeschrijfelijk. Het is één grote cacophonie aan fouten. Alles struikelt en dat je echt denkt. Hoe kan het dat er daar nog een paar mensen van zitten en dat ze niet gewoon met een lange lat, als een stinkende student in Amsterdam, tijdens zo'n bezetting, gewoon ergens weggerost zijn. Gewoon al het zootje uit het plusje had je gewoon weg moeten meppen als ME zijn. Het is niet eens laakbaar. Het is, als je het zo allemaal op een rijtje hoort, het is gewoon strafbaar. En zo'n Jan van Halst zit dan weer doodleuk. Zit hij gewoon lekker bij ESPN aan tafel. En dan zit hij. Die gast, die heeft er een ongelofelijke puinzooi van gemaakt. Met zijn bullshit cursussen. Want die doopcel heb ik al een keertje eerder doorgenomen. Hij is gewoon zo'n boomknuffel om de ja, dit is gewoon zo'n gast die dan van die holistische cursussen klankschaal trainen. Ja, die heeft ooit een keertje, hij heeft in verband gehad en dan denken we dat hij nu daadkrachtig en stoer is. Maar het enige wat er gebeurd is dat die enkele hersencel die er nog vast zat, los is geschud tijdens dat incident. En sindsdien werkt hij als een soort rare sambabal met een enkele hersencel. Loopt hij dan gewoon een beetje vrolijk te doen. En die mag gewoon weer voor een tonnetje aanschuiven. Nee, Die in kwaad daglicht zichzelf hebben gesteld en vervolgens doodleuk ergens anders weer verder gaan. Mislintat is nu dus in dienst officieel bij Dortmund, toch? Ja. Ja. Heb je dus een eerste aankoop gezien die hij gedaan heeft? Ja, een 23-jarige amateurspeler. Van Hercules. Van Hercules. Dat is ook wel de verkeerde, hè? Want dat was niet degene die twee keer scoorde. Nee, ik wou net zeggen, Wilco, kijk even. Ik zou in dit geval even niet lachen om Hercules, maar... Als je zo'n sterrenteam bij elkaar verzamelt, dat je in Amsterdam gedaan hebt en je wordt vervolgens uitgeschakeld door amateurs, dat degene die je dan uitschakelt,
Hè? Een amateur van Herkelen, dat moet potentiële wereld op zijn, toch? Dat kan niet anders. Dat is een diamant auge. Je hebt alles verzameld wat. En dan wordt er een amateur uitgeschakeld. Nou, dan sta je in de Champions League finale en denk je, oh, wat wordt de eerste nieuwe aankoop? Is dat een Frans international? Is een 22-jarige amateur van Hercules. Hij gaat wel naar de onder 20 of zo, hè? Of onder de jeugdteam. Ja, volgens mij is hij 21. Ja, hij gaat voor een jeugdteam van Dortmund spelen. Ja, maar, wat... dus het kan ook maar het is ongelooflijk. Mensen zouden echt dat stuk eventjes door moeten nemen bij maar het is toch niet alleen Mislink dat, Wilco? Want nee, het is maar toch, de hele RBC, alles. Maar één groot soort... Ja, alsof je gewoon Mongolen... Heb je gewoon gezegd, doe een stropdas aan. En doe maar alsof je directeurtje bent. En weet je wat het erge is? Ik moet het allemaal maar zien met die Farioli, hè, en zo. Maar dat als zo'n naam wordt genoemd, dat Van Basten dan zegt, nou, ik ken hem niet. Dus dan kan het niet veel wezen. Dat er meteen cynisch wordt gedaan. Dat Arno Vermeulen zegt, hij heeft minder punten gehaald dan vorig seizoen. Ja. Terwijl de twee extra clubs uit de Franse competitie zijn gehaald. Dus je kunt ook niet meer punten halen. Lekkere kenner. Ja, maar weet je, dat soort dingen... Is het goed, Tim, want als er bij Ajax intern al twijfels zijn, dan bij twee gelijke spelletjes is het alweer klaar met Farioli, toch? Nou, ze schijnen nu wel unaniem te zijn om die kant op te gaan. Maar weet je, het punt is... Het is zo bepaalt veel, hè? Ja. Als Van Basten type nu... Maar het is wel doorzichtig natuurlijk weer dat allerlei oud-gedienden en mensen die gewoon saai zijn. Weet je, iedereen zei ook, ja, Dick Advocaat heeft het op zich best prima gedaan bij Feyenoord. En toen kwam Slot en toen werd er ook gezegd, dat is geen wonderdokter en dat is een wijsneus. Ja, die diende de boel van repliek en op een goede manier en daar kunnen ze niet mee omgaan. Ja. En het blijkt dat hij het toch best iets beter heeft gedaan dan Dick Advocaat. Nou, ik wist zelf ook niet al te veel van die Farioli. Ik had wel al eens een keertje een dingetje over Farioli gehoord bij VI. Weet je wel, zo'n Pieter Zwart, die had hem al een keertje uitgelicht. Zijn altijd wel goede analyses. Ja, dus ik had er niet zo heel veel, ik had er geen echt beeld bij. Maar op een gegeven moment begon echt de hele Santenkraam begon er tegen opstand te komen. Wel, de Valentijn Driessens vonden het niks. De Wim Kieften, al die gasten, de Arno Vermeulens. Toen dacht ik, hey, wacht eens even. Dit is een goeie dan. Als dit soort gasten het allemaal niet kennen, niet snappen, niet begrijpen, dan is dat misschien wel de beste optie. Want in dezelfde week dat iedereen er tegenin zat te kleunen van, ah, dat is een nietsnut en hij snapt niks en hij heeft niks gepresteerd, hij heeft geen ervaring. Toen hadden ze ook weer op VI, Voetbal International, met die boys, die hadden wel een goed doortimmerd stukje weer. En toen dacht ik echt zo, ja, nou, geef hem maar een kans. Slechter dan dit seizoen gaat het niet worden. Weet je? Heb je die reactie van John van het Schip gezien? Dus, nou, John, opgelucht? Ja, zei hij. Ja. Zit erop. Ja. Echt, alsof je gewoon uit een hostage situation kwam. Wel alsof je 6 maanden in de Gazastrook met een bal in je bek. Ja, dit was Casa de Papel, dat je uit die bank wordt gehaald als gijzelaar. En denkt, oh. Oh, Jezus. Oh, zou die nog wat gezegd hebben aan het eind van de wedstrijd tegen zo'n selectie? Nou ja. Oké. Niet verloren. Het is de laatste wedstrijd. Ik kan u eindelijk zeggen wat ik echt van jullie vind. En dan helemaal losgaan. Want god, klopt het nou dat Bergwijn gewoon bij de voorselectie van het Nederlands elftal zit? Ja. Ja, volgens mij heeft hij hele complimenterende foto's van Koeman. Dat kan niet anders. Die heeft naakt foto's. Ja, die heeft dickpics van Koeman. Stengs is dit seizoen, je kan vinden van Stengs wat je wil, hè, maar Stengs is dit seizoen bijvoorbeeld betrokken bij 26 doelpunten. Die zit er niet bij. Ja, weet je, schiet mij maar lek. Als je dan deze man eigenlijk al op basis... Frimpong toch ook niet, begrepen? Hè? Frimpong toch ook niet? Jawel, die... Jawel. Laten we die even... Nee, maar het feit dat je... Alleen al het interview van hem
Laatst, met die onnodige rode kaart, vind ik al op basis daarvan moet je hem niet selecteren. Dat je gewoon zegt, joh, wij willen iemand die het gewoon normaal doet. Ja, en je hebt zoveel leuke spelers nog rondhangen. Weet je? Die Crescencio Summerfield bijvoorbeeld, dat soort gasten. Dan denk ik van, jezus, we moeten echt gewoon deze huilstruik... Zuurpruim. Ja, of zoals ze zeiden van, nou ja, Summerfield moet wel eerst gewoon een jaartje Eredivisie spelen voordat hij bewezen heeft dat hij het aan kan natuurlijk. Want de championship aan gort schieten is niks. Nee, maar het dat hij ook nu twee wedstrijdjes een keertje weer zijn best doet, omdat hij zich dan weer in de kijker wil spelen, dat zegt al genoeg over die jongen. Ik heb me trouwens gisteren zo geërgerd over Ajax. Vooral met die 2-2 gelijkspel. Dat 2-2'tje. Echt in de laatste minuut van je wedstrijd tegen de nummer laatst, weet je wel, die al lang en breed gewoon 2-2 scoren en dan toch nog gaan juichen. Hoe haal je het in je bolle kop om dan te gaan high-fiven? Dat je bent vijfde geworden met gewoon 115 miljoen euro gewoon door de wc heen getrokken. Aan ja, even, muk. Ik ga je vertellen, wij moesten afgelopen... Gadverdamme, schaam je de... Ik ben trainer van het team, Pion Sierra Sterks, die JO 9. En wij moesten spelen tegen Mifano, dat is Mierlo. Mierlo faalt nooit. Mierlo faalt nooit. De oude club van Frank Lammers, hè, die heeft daar gevoetbald. Wij moesten daar naartoe. We stonden met 13-0 achter. Nou ja, dat is even vergelijk met wat bij jullie gebeurde. We stonden met 13-0 achter. En op een gegeven moment scoort de manneke bij ons voorin, die scoort de 13-1. En die rent terug naar het middenstip, gaat op één knie zitten en vraagt de rest om zijn schoenen te poetsen. Dat is schattig. Maar dat is humor. Dit was helemaal ingestudeerd. Dan had hij natuurlijk van tevoren, oh, dan gaat hij naar televisie en dan moesten ze zijn schoenen... Maar toch niet meer bij 13-0. Dat is een beetje hetzelfde vergelijk als wat er met jullie gebeurde met die 2-2. Maar dit is nog leuk. Dit is nog leuk. Dit waren gewoon professionele voetballers die echt nog zaten te lachen. Ik zag die Akpom met een smile. Berghuis, die had een smile. En zei, oh ja, we hebben toch nog 2-2. Tegen de fucking nummer laatst. Die zo. Ja, het lullige is, Wilco, ik hoorde op de radio, hoorde ik ook dat er werd gezegd van, joh, we gaan niet echt hard juichen, had Berghuis van tevoren gezegd. Dus we gaan, weet je wel, door Vitesse en de situatie. Ik heb Berghuis zelden zo vrolijk een wedstrijd zien spelen in het shirt van Ajax. Ik heb hem zelden zo blij gezien als na die 2-2. Het was, als je dan voor hem tevoren voorneemt om een beetje ingetogen te juichen, vond ik dit wel heel erg blijdoenerij. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je na dit seizoen met een 2-2, onverdiend ook nog, hè? 2-2, laatste minuut, ja, prik je er eentje in. 2-2 tegen de nummer laatst. Als Ajax zijnde dat je daar überhaupt een vuist voor in de lucht steekt of een high five geeft. Nee, je pakt die bal op, je gaat gewoon met een noodgang terug. Want je moet godverdomme die wedstrijd winnen. Dat is toch wel gewoon, het is gewoon gênant. Ik vond het echt gênant. En het zegt alles over deze spelers. En alles over het gebrek aan een topsportmentaliteit in die hele selectie. Want als je dit een juichmoment vindt, dat je uiteindelijk toch nog 2-2 scoort tegen Vitesse, dan ben je toch echt een ongelofelijke slappe zak. Ja. Nou, dan heb je geen zicht op hoe dat de wereld om je heen echt in elkaar steekt. Ja, dan ben je volledig losgetrokken van de werkelijkheid. Ja, ik stond daar echt zo van, hè? Is dit een geintje? Hebben ze allemaal drugs op of zo? Nee, ze zijn niet naar Ibiza geweest. Wacht even. Wij wel, we winnen gewoon. Ja, die zaten nog te afteren op het veld. Ja. Oh. Moeten we daar nog over hebben trouwens of niet? Het Ibiza-tripje. Wat vinden jullie daarvan? Dit deed Feyenoord vorig jaar ook. Ja? Ja.
Ja, dat had deze keer altijd te maken met het EK en dergelijke. Dat er geen tijdsmoment weer was. Omdat ik vind het zo overtrokken. Ik denk daar echt... Ik snap daar niet wat daar nou de helder om was, hoor. Vorig jaar was het ook aan de hand. En toen speelde Feyenoord tegen Vitesse. En ja, waarschijnlijk was het toen dan minder erg of zo, weet ik veel. Maar dat was ook omdat ze al vrij snel weer... die seizoenen zijn bijna... Die worden steeds korter. Dus de kans om samen met z'n allen nog iets te doen is ook gewoon heel kort. Ja, en wat dan nog? Je hebt 32 wedstrijden, 33 wedstrijden op allerhoogste niveau gedenderd. Ja, dan ga je dat... Nou, het feit volgens mij speelt dan... Het RKC-verhaal dat zij dus afhankelijk waren van de uitslag en dat ze dus het eigenlijk niet mochten laten liggen. Ja, dat dan redeneerde achteraf over, maar niet... Ja, maar ik vind het ook echt wel weer dat marge gezeik... Van de ploeg die het dan heb je het hele seizoen heb je marginaal voetbal laten zien en dan ga je op de laatste wedstrijd ga je een beetje zeuren over zoiets, terwijl je denkt van ja, had je gewoon maar meer punten moeten halen. En uiteindelijk maakt het helemaal geen zak uit. Nee. En ja, het is ook dat gezeur vond ik echt wel een beetje, als we dan echt over, Calimero-gedrag hebben, dan vind ik dat wel de meest uitzonderlijke vorm van Calimero-gedrag. Ja, en het is natuurlijk zo, kijk. Feyenoord bijvoorbeeld tegen Excelsior, dat waren natuurlijk de wedstrijden. Feyenoord, Excelsior, PSV, RKC. Het feit dat Excelsior nog belang heeft bij die punten zou betekenen dat zij veel scherper aan die wedstrijd beginnen dan Feyenoord. Dus dat, of je nou naar Ibiza gaat of niet, tuurlijk is die tegenstander, daar staat veel meer op het spel. Maar ik hoorde die Van Gastel, bijvoorbeeld die keeper na afloop ook zeggen... Ja, weet je, het heeft er gewoon bij Feyenoord... Het heeft er nooit in gezeten. We hebben 2 halve kansen gehad, die moeten er dan in. Maar verder zijn we gewoon weggetikt. Ja, dan maakt het geen zak uit. Dus ik vind het een beetje overtrokken. Hè? En ik vind het dus raar, want wat ik zei... Vorig jaar deed Feyenoord het ook en dan hoor je niemand erover. Maar ja, weet je, en nu omdat er iets op het spel staat... is het ineens competitievervalsing. Dat vind ik echt dikke onzin. Ja, het is een beetje de samenleving, hè. Het is gewoon, iedereen om je heen het is gewoon zeik om het zeiken. Kijk gewoon eens een keer naar je eigen rol in je eigen leven, dan maak je daar druk om. Dus, ja. En hoe zat het nou precies met die roddel? Want op een gegeven moment was PSV... Over Ibiza gesproken. News Channel waardig. Ja, voor de luisteraars en kijkers die het niet hebben meegekregen... er schijnt een romantische intermezzo te zijn geweest... van de perschef met Marik Tilman. Marik Tilman die heeft zich de week ervoor al redelijk onsterfelijk gemaakt door überhaupt het kampioensfeest niet te halen. Omdat hij... het is in die halve weken van die platte kar afgetakeld geworden. Ze hadden ze wel gedaan, denk ik. Dus die heeft de topweek achter de rug. Dat was echt gewoon seks. Toch nog gescoord. Ja, toch nog gescoord. In de kruising, tussen de beentjes. Fantastisch, ja. Ik weet niet wat er van waar is. En weet je, het interesseert me ook niet. Ik heb me wel inmiddels afgeleerd om het druk te maken om wat er in andere mensen privéleven gebeurt. Ze zoeken het eruit. Ik kan me niet... Nou, dat dus. Ze hebben hem vastgelegd. Hij nog een paar jaar bij ons. Dus. Ze hebben het goed gedaan. Ja. Ja, maar er is toch... Als door de scouting... positief scouting. Ja, of, dat kan natuurlijk ook nog. Hij was helemaal niet vastgelegd, maar de perschef heeft daar gewoon naar buiten gebracht. Want die hadden natuurlijk al iets gehad. En toen weet je, en dan... Dat kan ook nog, dat er helemaal geen contract is. Ja, maar wat jij zegt is toch waar, Rob? Ik wist niet tot voordat we dit gingen opnemen dat dit aan de hand was. Maar wat ja, dan... Maar, ja. Ja, hoe kun je nou je druk maken om dat soort dingen... En op die manier het leven van een ander leven, zeg maar. Ja, zonde. Het is wel bizar dat je gewoon in de tijd woont... dat je gewoon dan via je mobiele telefoon erachter komt... dat je vrouw misschien met een speler aan het pauzen is. Je krijgt die wel echt gewoon van collega's doorgestuurd. Hey, Kees, hoppata. Maar er zijn toch geen beelden of wat dan ook? Nee, maar gewoon als dat op zo'n juice channel staat... Als we journalistiek afhankelijk moeten zijn van juice channels, kan ik carrière per direct kan ik je gewoon blokkeren. Ja, maar daar heb je heel weinig voor nodig, hoor, Rob. Dat doet hij zelf wel. Wat ik zelf wel heel goed is. Nee, maar het is echt als je alleen maar zegt, anonieme bron beweert dat. Ja. En is fact klaar. Nee, het is.
Het is een heksenverbranding. Het is echt gewoon. Laten we heel eerlijk zijn. Je zit natuurlijk. Als we toch maatschappij breed gaan trekken. Dat je zit in een tijd waarin inderdaad journalistiek. Je hebt niet meer volledige journalistieke vrijheid. Want dat wordt op een of andere manier linksom of rechtsom ingeperkt door op een bepaalde manier over journalistiek te praten. Dan is er een deel van de journalistiek die inderdaad wat gewoon roddelpers is en niks anders. En dan, weet je, er zijn zoveel dingen aan de hand, nu ook met dat hoofdlijnenakkoord, dat je denkt, ja, maar jullie zeggen het één, maar het is het ander. Ik hoorde van de week een vrouw in Heerlen die zei, ja, dat is heel goed voor ons. We mogen nu 130 rijden. Dat je denkt, oh, maar volgens mij heb je niet door dat je zoveel meer gaat betalen. Oi. Maar je mag wel 130 rijden op bepaalde plekken, als het kan. Ja, ja. Ik vind 130 rijden best wel leuk hoor, maar het is voor mij niet echt een doorslaggevend principe voor democratie. Ik heb een keer van Nijmegen naar Rotterdam gereden en dan heb je ook s'avonds laat mag je natuurlijk op al die plekken 130 rijden. Dat deed ik niet. Weet je hoeveel langer ik erover deed? 9 minuten. Ja. 9 minuten omdat ik overal 100 reed. Nou, whoop die fucking doe. Nederland is één grote agglomeratie. Waar kun je nog 9 minuten minder van de herhaling van op één kunnen zien. Ja, precies. Nou, daar is je leven echt niet slechter van geworden hoor. Nou, ik moet wel zeggen, met 100 tutteren vind ik toch echt te langzaam, Tim. Dat is echt, daar word je ook aan alle kanten ingehaald. Ik vind 120 vind ik dan prima. Nou, het lijkt mij heel leuk omdat dat alleen vrachtauto's 130 mogen. Ja, alleen vrachtauto's 130. Dat maakt het weer spannend. En busjes met stucadoors op de linkerbaan, tuterend, dat mag ook. Ja, maar die doen het al hoor. Die doen het sowieso, dus dat maakt niet uit. Ben je wel eens ingehaald door een hele grote vrachtauto? Dat is het. Die maar blijft komen. Dat is zo eng. Als ze aan de andere kant opduiken, dat is echt gewoon holy fuck. Alleen ineens een paap naast ze dat ze dan geïrriteerd zijn, omdat jij je wel aan de snelheid houdt die er geldt aan zij. Ik weet zeker dat mensen veel beter gaan opletten in het verkeer als je alleen vrachtauto's 130 laat rijden. De rest moet 100. En caravans. Ja. En dat je hem zo ook heen en weer ziet schudden zo. Tik, tak, tak, tak. Jongens, zijn er. We hebben Farioli hebben we al besproken. De nieuwe trainer van Feyenoord. Is daar al wat licht in de duisternis? Wat bij jullie afgewezen wordt, wordt vervolgens genoemd bij Feyenoord, toch, Tim? Ja, zo gaat dat. Nee, ja, er is niks bekend. Mag ik nog even een lans breken voor Dennis de Kloeze? Als je het over speeches hebt. Ik hou daarvan. Die man is zo'n droog kloot. Hij zei, nou, we zijn heel trots. Hij heeft 4 zinnen gewijd aan het afscheid van Slot. En toen was het klaar. Heerlijk. Gewoon een man die niet over zichzelf heeft. Die niet al zegt wie de weg moeten. Wat het nieuwe beleid gaat worden. Nee, zei hij, ja, wij weten gewoon. We hebben lijstjes, dingen. Wat we nu een hardnekkig gerucht is Nouri Sahin. Mm-hmm. Dat lijkt me heel vet. Zelfde leeftijd als Farioli. Zeg maar eigenlijk niks. Wie is Nouri Sahin? Sahin heeft ooit een jaartje bij Feyenoord gevoetbald. Op huurbasis onder Bert van Marwijk. Was toen speler van Dortmund. Is later nog naar Real Madrid gegaan en Liverpool. Dus die heeft best een aardige carrière gehad. Op het middenveld. Maar speelde die er ook? Ja, zeker. Zeker wel. En waar traint hij nu dan? Wordt een beetje de Henderson van Feyenoord dan? Toen? Nee, als hij coach. Want hij kon wel iets meer dan Henderson, vond ik zelf. Hij was iets technisch vaardiger. Maar die heeft bij Alanyaspor volgens mij, daar speelde, was die trainer coach. Speler coach, weet je wel, die combinatie. Op een gegeven moment is hij daar doorgeschoven. Daar heeft hij 2 jaartjes heel prima gedaan. En boven verwachting is nu assistent bij Dortmund. Maar blijkbaar zijn manier van voetballen, daar wordt dan naar gekeken naar data. En dat schijnt heel goed te zijn. Nou, hij is ook met 30 dan. Ja, hij is jonger dan ik. Dat vind ik echt. Dat is het moment dat je denkt, oh ja, wow. Nu wordt het raar. Als de trainer al jonger is. Ik ben 37, hij is 35. Maar weet je, er wordt dan heel hard om Pusic geroepen bijvoorbeeld. Ja, ik vind het allemaal een beetje luie opties. Dus ik vind het allemaal een beetje dat ik denk,
Ik hoop Pushers gewoon... hebben wel goed gedaan in... Hij heeft het wel heel goed gedaan in Oekraïne, tussen aanhalingstekens. Want ze spelen daar niet. Maar elders. Schoten op doel, toch? Ja, precies. hij heeft het heel goed gedaan daar. Alleen het is een beetje... Ik vind het te voor de hand liggend of zo. En ik vind inderdaad alle opties die worden genoemd... Er is ook zo'n optie genoemd met Ron Jans en Van Persie... dat ik denk, ja, dat vind ik allemaal een beetje lui gedacht. Ik hoop in ieder geval op een aanvallende coach... met een positieve spelopvatting. En ik heb wel het idee dat coaches steeds jonger worden... en dat het niet meer zo'n ervaringsvak is. Coach van 11. Ja. Nee, maar je ziet toch ook die Nagelsmann is een jonge gozer. Ja. Het zijn allemaal wel... en volgens mij is dat ook wel positief. Dat er gewoon gasten zijn die veel meer... die meteen de coachingswereld ingaat in plaats van... Bram van Polen, kijken. Kan je ze dat meenemen? Die kan ja. Speechen als het beste, zag ik. Dus. Ik heb Bram van Polen ooit gezien, en daarom ligt hij niet zo heel lekker bij Feyenoord, is dat hij zei, ja, als Ajax ziet, is het altijd wel extra lekker als je wint van Feyenoord natuurlijk. Ik kon hem altijd wel waarderen, maar die ligt niet zo heel goed bij de supporters. Wie er bij ons niet meer goed ligt na dit weekend is Bobby. Want die had ook iets gezegd, hè? Heb je dat Wat had hij gezegd? Die had gezegd, Feyenoord is de rivaal, maar PSV maakt iets in me los, zegt hij, daar word ik zo agressief van. Die zijn zo arrogant en daar raak ik al geïrriteerd als ik het veld oploop, zoiets had hij gezegd. Oh ja. Ja. Dus nou ja, dat... Ontzettende hekel aan PSV, nou, prima toch? Prima. Ik kan me er wel bij voorstellen als je zo ongelooflijk pak slaat het seizoen door, dat je dat niet zo heel helpt. Maar ja, ik vind het ook alweer gewoon, ik vind dat spelers wat dat betreft wel mogen vinden wat ze vinden. Ik vind dat ook wel altijd leuk van die Kramer. Die zegt ook gewoon ja, waar hij... Nee, maar daarom. En ik heb met zo'n Bram van Polen heb ik altijd wel, daar kon ik altijd wel waardering voor opbrengen. Schijnt dat Bram van Polen hoofdcoach wordt bij de aspergestekers in Limburg. Ja? Ja. Jezus. Oh. Slecht. Dit is echt slecht, ja. Dit is echt heel slecht. Oh, een meldpunt. Hij wordt coach op de Noordpool of de Zuidpool. Nee, maar even kijken. Over mutaties gesproken. Dat past wel lekker in onze enquête van vorige week. Daar vroegen we wie gaat PSV verlaten. En de overgrote meerderheid van onze luisteraars dacht dat om Bakayoko ging. Dus, ik denk dat we hadden de perschef ertussen moeten zetten achteraf. Hè? Ja. Nou, Bakayoko, de man van de perschef. Kees Luijks gaat PSV verlaten. Nee, Bakayoko, daar zit er wel dik in, ja. Ik denk dat als ze slim zijn, laten ze dat het EK meepikken en gaat hij voor 50 miljoen weg, gok ik. Ja, op de een of andere manier is België toch alweer die dark horse in de competitie. Ik denk dat... daar gaat niks worden. Daar wordt nooit iets. Frankrijk en Engeland zijn wel echt de absolute... Ja, toch wel Engeland top... Engeland ook niks. Nee? Engeland ook niet. Nee, Duitsland gaat net op tijd gaan ze pieken. Moet je maar Duitsland opletten. Duitsland en Frankrijk en dan wordt het toch weer Frankrijk. Nou, ik denk dat naast Duitsland ook België nog wel een soort outsider kans heeft met die Doku. Denken we en... ieder toernooi. Ja. Ieder toernooi, denk ik. Ja. Dat was een gouden lichting. Ja, een gouden lichting. Dit is de laatste kans voor onze lichting om iets te maken op een internationaal toernooi. Oh ja, toch weer niet gaan redden. Waar zijn de tijden van Rick de Zadeleer? Toch? Kennen we die nog? Ja. Nee, Rick de Zadeleer. Dat is voor jouw tijd, Tim. Ja. Goal de Belgica! Hoi, hoi, hoi! Rick de Zadeleer! Dat was een soort Joep Schreuder, maar dan van België. En dan in plaats van gewoon bier, duvels erin. Oh, nou, eens even kijken. Maar voor de rest bij PSV is het rustig vaarwater, hè? Gewoon wachten tot er... Ze hebben dus Tillman vastgelegd en verder, ik weet niet wat er weggaat. Ja. En dan bij Feyenoord... Er zijn niet wat financiële mogelijkheden om eventueel, als iemand weggaat, om vervanging te halen. Dat is wel prettig. En bij Feyenoord wordt toch wel Geertruida toch wel genoemd in de transfercarousel. Ja, dat is wel aannemelijk. Ja. Dat is wel aannemelijk. En Hanchko ook wel, want dat is een linker centrale verdediger. Daar zijn er niet zo heel veel van. Hartman blijft.
Hè, mede door zijn blessure. En ik denk dat Feyenoord inmiddels ook wel in de gelegenheid is om één of twee spelers kwijt te raken. En dan vervolgens te zeggen, ja, een derde is oké, maar dan wel iets met toeslag. Ja. Maar nou veel zal afhangen van de nieuwe trainer. Ja, dat blijft. En wat je zei, tot na het EK, na het EK worden pas echt de grote transfers gedaan. En dan gaat die carousel op gang komen. Ja, nou, ik heb geen flauw idee wat er bij Ajax allemaal weggaat. Ik heb wel een idee wat er weg moet. Ja, dat is je kan ook driekwart van het spelersbestand. Nou ja, dat is het wel natuurlijk, Wilco. Je kan wel iedereen wegdoen, maar je moet er wel, ja... hoe snel kan je die transformatie maken, weet je wel? Nou ja, er zijn echt wel spelers bij waarbij je net zo goed zo'n poppetje voor de muur op kan stellen, hoor. Ja. Dat is echt... Maar zo Berghuis en Bergwijn, die gaan toch gewoon richting Zandbak dadelijk, of niet naar dit seizoen? Nou, ik hoop van wel. Er is wel sprake van dat Berghuis dan van de kant af wordt gehaald en dat hij dan naar 10 zou gaan. Ja, wat? Dat hij naar nummer 10. Nummer 10 positie zou gaan spelen. Dan moet je hem niet mee laten verdedigen. Dat doet hij over het algemeen niet, namelijk. Ik weet het niet. Ik ben wel een beetje klaar met die gast. Ja, dat snap ik. En ook met zo'n Bergwijn, weet je. Je wil ook niet... Je merkt toch, ik heb dat ook met dit team van Feyenoord. Daar ben ik echt dol op, weet je wel. Ik hou van die gasten. Ze zeggen net de goede dingen op de juiste momenten. Nou, daar ben ik gewoon blij om. En dat doet toch ook veel voor je supporterschap. Als je allemaal van die gasten hebt zoals Bergwijn, waarmee je totaal niet kunt identificeren. En dat je denkt, waar haal je deze stuitende arrogantie vandaan? Ja, dan snap ik dat je veel meer hebt met een Brobbie, weet je wel. Ja, ik zou bijna zeggen, ontbind dat contract, want hij heeft toch al Freedom op zijn wang staan. Vlieg uit. Je had er beter vrij dom op kunnen zetten, toch? Ja. Dat is ook oorspronkelijk de bedoeling geweest, maar dat was natuurlijk weer verkeerd gespeld. En Henderson gaat ook weg, toch, of niet? Nou, ja, je hoopt gewoon natuurlijk dat er gewoon ergens een middenmotor in Engeland hem voor het salaris oppikt. Je verwacht het niet, maar hij is ongelukkig. Daar kan ik weinig aan doen, jongen. Dat is je eigen persoonlijke ontwikkeling. Je bent in Amsterdam en je bent vrij ongelukkig. Een van de weinige Engelsen die in Amsterdam ongelukkig is, hoor. Ik zie zo over het algemeen knetterstoot, lam en een of andere hoeren tent uitlopen. Hé, hey, maar dat is toch echt het verhaal van dit seizoen, of niet? Dat is toch Ajax in een notendop. Dat is verhaal Henderson. Dat is toch alles wat op jullie misgegaan is. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon... Het is een verpersonificatie van 23-24. Ja, dat verhaal Mislintat en hoe die spelers zijn gehaald, dat vind ik eigenlijk nog wel stuitender. Kijk, die Henderson was gewoon een noodgreep, paniekaankoop. Dat gebeurt iedere club wel eens. Maar... Weet je wel, omdat toen ja, er moet iemand met ervaring zijn die ploeg weer bij de hand kan. En ze dachten gewoon, oh, wacht even, die Henderson, dat is gewoon jarenlang aanvoerder van Liverpool geweest. Die moet dit toch wel kunnen in de Eredivisie. Nou ja, dat is een grote miscalculatie geweest. Maar die aankoop begrijp ik nog wel. Maar die shit met Mislintat, dat was echt niet normaal. Maar het is wel het bewijs dat alle spelers die gehaald hebben, daar zaten van de 12 spelers die gehaald hebben, hadden 2 niet eens een scouting rapport liggen bij Ajax. Daar hebben ze nooit naar gekeken. En alle andere spelers hadden een negatief scouting rapport liggen. En je hebt in Ajax heb je gradaties. Dus je hebt A-spelers, B-spelers, C-spelers en D-spelers. A is echt heel goed. Hebben alle capaciteiten die we nodig hebben voor gaan. Zeker weten. B is een beetje twijfelachtig. C is absoluut ongeschikt voor Ajax. En D is gewoon wegblijven. Ongelooflijk. Er zijn niet zo'n 6 spelers, die zijn nooit hoger ingeschaald dan C. Door de hele scoutingapparaat van Ajax. Dus wat er zat. Er is nooit naar geluisterd. Hij heeft alleen maar zijn eigen databureautje erop afgestuurd. De prijzen, als je die gewoon ook bekijkt bij verschillende... Je kan op verschillende sites en verschillende onderzoeken... Ja, Transfermarkt is zo'n... Transfermarkt is een indicatie. Maar er zijn er nog meer. Kan je wat bij de prijs op doen, maar daar zit het allemaal ver boven, toch? Alleen Soetelo en Sosa, die hadden een marktconforme prijs.
De rest is allemaal zwaar, maar er echt gewoon iets van 30% te veel voor afgetikt. 30-40%. Ze hebben uiteindelijk berekend dat die 115 miljoen die hij heeft uitgegeven, dat daar aan daadwerkelijke soort onderzochte transferwaarde zit dat tussen de 48 en de 52 miljoen. Je hebt echt het dubbele uitgegeven. Je hebt echt zo ongelooflijk veel geld gewoon zo door de play heen getrokken. Het is ongelooflijk. Als je nou gewoon... Weet je wat zo jammer... Zoals wij naar de action gaan. Je gaat voor een pak printerpapier. Ja. En je komt met nog 7 kuddingen thuis, waarvan je thuis al weet, ja, dit gaat al kapot voordat ik de stekker erin gestopt heb. Maar ja, je kon het niet laten liggen. Het is een beetje dubber, dubber. Weet je wel, dat je met die only the essentials. En dat is een enorme cowboy. Maar hoe kijk je dan, want nu is ben je dan niet cynisch ten overstaan van zo'n Alex Kroes? Die al 14 interviews heeft gegeven. Nou ja, ik ben altijd al een beetje cynisch geweest. Want het is gewoon een spelersmakelaar. Nou, dat vind ik sowieso een beetje oplichters. Maar ja, je zou kunnen redeneren. Als je hoopvol ingesteld bent, zou je kunnen redeneren. Je hebt een oplichter nodig om met oplichters te handelen. Weet je wel? Maar aan de andere kant, ja. Weet je wel, slechter dan wat er gebeurd is. Met die Susanne... Wilco. Levering. Wilco. Lendering. Dit hebben we dit seizoen al 15 keer gezegd. Ja, daarom. Dan nu kan het niet meer. Ja. Het kan. Dat heb je bewezen. Maar je zit aan 5-jarige contracten vast. Hoe ga je die mensen kwijt? Hoe ga je Medic? Hoe ga je die verkopen? Die kan je nog verkopen op ergens aan het front. Dat je gewoon telkens... Medic! Ja. Ik denk echt dat je nog het beste kans maakt door hem gewoon op marktplaats te zetten. Ik zou hem gewoon een cursus geven in de EHBO. Heb je een hele dure EHBO over 2 miljoen gekocht? Ja. Nee, maar hoe ga je dat kwijtraken? Wat wel bewijs is... Jullie maken ze altijd kwijt voor een goede prijs. Ja. Op de een of andere manier gaan jullie daar winst maken. Je hebt het slechtste seizoen in jaren en je wordt gewoon nog, tussen aanhalingstekens, 5e. Ja. Weet je, er is nog een put die dieper kan, spreek ik uit ervaring. Dat sowieso. Maar wat wel bewijs is, is dat een speler, gewoon een speler kopen zonder plan, een speler kan overal ineens onder andere trainers, onder ander systeem ineens wel goed uit de voeten. Bijvoorbeeld zo Ramaljo, daar hebben we allemaal ons kapot om gelachen vorig seizoen, is dit seizoen nog steeds bij momenten kwetsbaar, maar is ook gewoon een hele betrouwbare verdediger gebleken. Ja. Dus het blijkt maar dat als een coach ze anders neerzet of een ander soort type spel speelt met die spelers, dat het ineens heel anders kan uitpakken. Maar zo'n guy zie je toch ook weer... Nee, maar dat is dus ook met zo'n Henderson bijvoorbeeld. Ja, weet je, het is een paniekaankoop, want je denkt... bij Liverpool is die aanvoerder geweest, ergo hij kan het bij Ajax ook wel... Ja, dat hoeft dus niet zo te zijn. Ja, nou ja, je ziet waar de rest die je allemaal hebt laten gaan allemaal speelt. Hè? Blind speelt de sterren van de hemel in Girona. Volgens mij is Tadic is gewoon lekker bezig in Turkije. Die zijn ook weer kampioen geworden. Klaassen, die doet niet zo heel veel bij Inter, maar ja, wel kampioen. Het is allemaal niet zo heel erg slecht, hoor. Wat heb je Kudus nog gezien? Tegen Manchester City. Ja, dat was toch ook misselijk doelpuntje. Ik ging zitten voor dat schakelprogramma. Dat hoefde ook vrij snel niet meer, hè? Ja, dat was binnen 2 minuten was daar een lol wel vanaf. Phil Foden. Ja, wat is dat? Phil Foden is echt het type speler. Als je die ziet, dat je weet als hij geen voetballer was geweest... had hij ergens in Marbella rondgelopen met... hey, let's, oi, oi, oi. Weet je weet gewoon. Ja, maar dat zou gewoon een proper zijn geworden. Die zou je gewoon... nightclub sexy time. Nude girls. Real good, real good. Nee, het is gewoon... dat is ook zo'n patje pij. Maar kan ongelooflijk voetballen. Mag ik trouwens nog even over Jurgen Klopp tot slot? Die... Tot slot, daarover gesproken, die Arne Slot nog even uitging. Ja, dat is toch goud? Vind je dat? Ja, dat vind ik wel. Hij is een enorme volksmanner natuurlijk, die Klopp.
God, maar... dat zou je toch niet verwachten van een Duitser? Nee, maar ja, ik... aan de andere kant, het is zijn afscheid. Hij doet dit. Totaal voetbal! Ja, dat vond ik ook altijd al risico voor met Schmid. Ik weet dat is geen Duitse, toch? Dat is een... wat is Schmid ook weer? Oostenrijker? Ja, wat was Hitler ook alweer? Voetbal. Dat vind ik toch wel... was ook een Oostenrijker, hè? Ja, weet ik. Was wel een Duitser. Dat is wel een Duitser, hoor. Schmid. Jawel. Roger Schmid, ik dacht een Zwitser, maar dat... Nee, joh. Omdat ik denk dat alles wat Roger heet... Roger Schmid is een... is een Duitser. Tuurlijk is het een Duitser. Dat zei ik al. Maar die... Nee, Fugas Fußball. Een beetje wat Tim nu deed met Roger Schmid... Het helemaal verkeerd inschatten, dat deed Mislintat met alle 12 spelers. Dat is toch een Duitser? Of is het een Oostenrijker? Is het Italiaan, toch? Het was toch een voetballer? Of was het een volleyballer? Nee, dat zei ik. Volleyballer, inderdaad. Ja. Nou, maar... nee, ik vond het wel leuk. Het is toch grappig. Je ziet wel, en dat vond ik ook bij Slot, die heeft de hele tijd over jullie in plaats van wij, vind ik ook wel een prettige constatering. In plaats van... Hij zong hier niet, oh Arne Slot, la 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 la, Arne Slot, la 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 la, ja. Nou ja, op je eigen afscheid dat doen. Mm-hmm. Ja, dat was wel netjes. Chic. Hey, nog eventjes voor alle Twente-luisteraars van onze podcast. Gefeliciteerd met de voorrondes van de Champions League. Hartstikke goed. En over luisteraars gesproken, zullen we nog even wat luisteraarsvragen behandelen? Dus even kijken. Gezellig. Nou, daar hebben we eentje, die is eigenlijk voor Thijs, maar die kunnen we wel beantwoorden. Gaat Twente de voorrondes Champions League doorkomen? Nou, dan zou ik als Thijs willen antwoorden en dat is ja. Ja, ik heb geen flauw idee wat de loting gaat worden. Dus kijk, als je het lulligste is gewoon als je tegen een of ander raar soort kutland moet. Dat je ergens naar Wit-Rusland of zo moet, of Georgië of zo. En dat je daar dan tegen de kampioen moet en dat je dan... niet goed voorbereid bent. Zo'n stug knoeste elftal. Ja, en dat je dan eruit vliegt. Dat zou verschrikkelijk zijn. Maar ja, ik denk dat als je... Maar is dat derde voorronde of tweede voorronde? Waar komen zij erin? Van de eerste voorronde meteen? Nou, volgens mij is dat wel echt... volgens mij moet je echt wel flink aan de bak, hoor. Maar ik pin me er niet op vast. Volgens mij halen wij dat gewoon bijna nooit in Nederland. Ja, nee, PSV en Ajax hebben ook altijd problemen gehad. Je moet de mazzel hebben natuurlijk met de loting inderdaad. En, ja. Maar een Portugees ploegie of zo? Of een, weet je wel? Ja, dat is leuk. Portugees ploegie, daar kan je vaak doorgaan. Daar zijn Nederlandse teams heel vaak goed op. Ja, dat is echt veel beter dan zo'n stugge onbekende ploeg uit Wit-Rusland. Nee, maar ik stel je voor dat je gewoon vierde plek Duitsland of zo voor je neus krijgt. Zo'n Premier League ploeg. Ja, dat wordt wel echt lastig. Weet je wel? Ja, joh. Wij dachten bij Glasgow dat we ook te makkie zou worden. En te lagen we er ook uit. Dus. Ik heb hier de speeldata. Even kijken. We hopen het in ieder geval wel. Lijkt me wel leuk. Twente in de Champions League. Derde voorronde van de Champions League. Ik denk dat zij al stabiel genoeg zijn. En dat zij ook, niet de motivatie nodig hebben. Ik geef ze nog best wel een goede kans, Twente. Ik vind dat een fijn uitgebalanceerd, volwassen team. Ja, ze zouden dan zou het wel zo zijn dat ze... ze hebben de heenwedstrijd is op 6 of 7 augustus al. 13 augustus de return. En dan op 5 augustus is de loting. Voor de play-offs. Dus ze hebben de derde voorronde en de play-offs. Dus ze moeten twee rondes doorkomen. Ja, het nadeel is dat je eerst dat EK nog hebt. Dat je al vroeg in augustus aan de bak moet. En dat je waarschijnlijk door je coëfficiënten niet zo heel gunstig kunt loten.
En je selectie nog niet op orde hebt tegen die tijd. Dus ja, dat is het enige nadeel voor Twente. Ik denk niet, ik denk persoonlijk niet dat ze het gaan redden, maar ik hoop het wel. Ja, het is gewoon heel lastig. Het is echt heel lastig. Ja. Hey, dan hebben we nog één laatste vraag. Die is van onze goede vriend Rob Jansen. En ik vind het wel een goeie, want die kunnen we alle drie individueel beantwoorden. In 14 dagen tijd van de hemel naar de hel in Kerkrade bij Roda JC. Het kan verkeren. Wat was voor jullie het hoogtepunt en het dieptepunt van het seizoen? Rob, jij mag ja, ik heb meer hoogte. Ik vind het kampioenschap een hoogtepunt. Ik vond ook die wedstrijd in Sevilla waar ik bij was, vond ik een hoogtepunt. Dus dat dieptepunt. Niet zoveel. Iedere keer als we blessure Dest misschien? Blessure Dest en blessure Lang vond ik wel een dieptepuntje. En als er een heel kleine dieptepuntje, als we een record konden pakken en het net niet deden. Record van het meeste aantal overwinningen achter elkaar, record van de beste ploeg aller tijden, record, nou, dat soort dingen. Dat vond ik wel een maar als je dat voor het dieptepunt moet gaan noemen, dan heb je een prima seizoen gehad. Dus. Ja, die laten we even aan Wilco ook. Ja. Maar bij jou is het omgekeerd evenredig. Jij moet moeite doen om een hoogtepunt te vinden waarschijnlijk. Nou, ik denk dat ik... Het voorbij is als je hoogtepunt. Nou, bijna wel, ja. Ik denk letterlijk het hoogtepunt bij mij is gewoon het optreden van Simon Taamata bij de Ajax Legends. Dat vond ik waanzinnig. Wat een gast van 67 die harder over het veld heen rent dan menig Ajax-speler nu. Dat vond ik zeer indrukwekkend. En dieptepunt, ja, dat is een aaneenschakeling van ellende. Maar ik vond toch wel gewoon Hercules uitgeschakeld worden tegen fucking derde klas amateurs voor de enige prijs waar je nog kans op hebt, dat je je daar niet voor kan motiveren. Je zou ze toch eigenlijk gewoon stokslagen moeten geven. Dat is echt gewoon letterlijk waar lijfstraffen weer ingevoerd mogen worden voor dat specifieke, alleen voor die wedstrijd. Voor de rest ben ik tegen lijfstraffen in het algemeen. Maar voor die specifieke wedstrijd had die hele selectie er met een fucking matte klopper bont en blauw gemapt moeten worden. Dat is echt, het is, Het is herinneringen kweken. Ik bedoel, jullie zijn niet zo leuk, maar voor ons... Nee, trauma's, Rob. Trauma's. Ja, trauma's, ja. Het zijn geen herinneringen, het zijn open bonden. Over. Fantastisch. We stonden gewoon laatste. Dat weet ik. En dat was nog niet eens een dieptepunt. Wilco. Weet je wat ik zo mooi vind? Jij kan altijd zo vertellen om ons te overtuigen alsof wij het ook erg moeten vinden. Nee. Of dat we het niet wisten. Sterker nog, dit was jouw hoogtepunt voor het seizoen. Nou, mijn hoogtepunt is wel... een beker is prijs is altijd een hoogtepunt. Maar ik vond toch voor mij persoonlijk de 6-0 tegen Ajax. Waarmee je ook afrekent met een... En daarmee ook de 4-0 uit. Waarmee je afrekent met een soort... over trauma's gesproken. Nee, dus dat was wel hoogtepunt. Maar voor mij wel echt het dieptepunt is Hartman. Dat vind ik echt heel sneu. Ja. En daarmee ook en daar in de slipstream van ook wel Wiefer. Die dus in het zicht van de haven gewoon EK gaan missen. En dat vind ik persoonlijk voor hen heel verdrietig en vervelend. Waar we het over gehad hadden ook in een vorige podcast. Was dat zo'n jongen staat dan op het punt van een grote transfer. En het bleek deze week kwam er dan uit. Hij had zelf gezegd dat Chelsea echt al... serieus was. Echt serieus bezig was. Ja. Dat hij dan zegt, het is geen straf om nog een seizoen bij Feyenoord te zitten. Daarmee laat hij wel natuurlijk zien waarom hij niet voor niets in de harten is gesloten. Maar hij heeft eerder in zijn carrière al heel erg te maken gehad met een hele zware blessure. Dus ik vind het gewoon heel sneu dat dit... heel verdrietig voor hem. Maar dan weet je gewoon, oké, dat is wel echt life-changing, zo'n soort transfer, weet je wel. Dat is echt gewoon... dat was heel, heel, heel treurig voor die jongen. Echt treurig. Dus, dit was... zijn er nog dingen die we moeten vertellen? Wat gaan we doen met het EK? Waarschijnlijk niks. We gaan de zomer goed besteden door vakantie te vieren en nieuwe programma's te schrijven en al dat soort dingen. Gaan we nog één afleveringetje opnemen met Thijs? Dat lijkt me wel leuk.
Dan, moet eigenlijk wel. Moet eigenlijk wel. Een soort recap. Ja, daar gaan we voor zorgen. Dus dan zou ik zeggen tot volgende week. Dan weten we meer. En dat wordt dan de laatste van dit seizoen. En dan zijn we er ergens in augustus weer. Dus dat komt helemaal goed. Dankjewel voor het luisteren. Dus als we nou finale van het EK halen, dan komt er wel een speciale, toch? Ja, oké, dat is een goeie. Dat is als we finale halen. Dus tot in augustus. Tot in augustus. Dankjewel weer voor het luisteren. Like, subscribe. Zet je vragen onder in de comments bij bijvoorbeeld Facebook of bij YouTube. Of natuurlijk in de Instagram comments. Ja, laten we de volgende aflevering inderdaad een recap doen van het seizoen. Dat we gewoon even een beetje misschien iets meer op inzoomen. Dus stel ook daar vooral je vragen over. Ja. Helemaal goed. Dus kom en maar over Oranje en dat soort dingen. Nou. Over Oranje, over het afgelopen seizoen. Wie moet erbij komen? Wie moet de trainer worden? Allemaal dat soort dingen. Stel die vragen gerust onder in de comments. En dan komt het helemaal goed. Tot volgende week. Dankjewel Rob. Dankjewel Tim. Ciao. Dankjewel. Welkom. Houdoe. Welkom bij Randje Buitenspel, nummertje 127ste. Sorry. Ik kon het niet laten. Ik moest hem wel verkloten. Het is de laatste. Wat mooi is, ik had gewoon in mijn hoofd, als je dadelijk klaar zegt, wauw Wilco, in één keer goed. Ja. Dames en heren, welkom. Dames en heren. Sorry. Ja, ik had niet in de gaten dat je begonnen was al, dus. Dames en heren. <Teringlijn. laughs> Dit gaat heel lang duren. Dames en heren, welkom bij Randje Buitenspel, nummertje 127. Thijs is er niet, want die moest iets met Pinksteren doen, weet ik veel. Die wordt gewassen in een kerk. Ik heb geen flauw idee wat ze daar in de Achterhoek doen. Maar we zijn hier. Met Jezus, Achterhoek. Weet ik veel. Twente. Okay. Man woont in Twente. Ja, dat is toch hetzelfde. Ik ben gisteren moest ik optreden in de Achterhoek. Beduidend minder ver dan Twente. Oké. Okay.